Hartelijk welkom op Nijenrode bij een bijeenkomst die gaat over excellent leiderschap. Nou, dat hebben we dan aan de voorkant maar ingevuld dat het excellent is. Maar ja, de proof is in the eating. En dat zullen we dus aan het eind van de middag zullen we dat met elkaar bekijken. Niet dat wij competent zijn het te beoordelen, maar mogelijk dat we daar vragen over hebben. Een hele bijzondere ontmoeting die we hier hebben in een select gezelschap. Maar ik wil het toch een hele kleine academische setting meegeven. Is namelijk dat ik ervan uitga dat ik ook en u ook een bepaalde mening heeft over als u het over leiderschap heeft en ook als u het over leiderschap bij Defensie heeft. En dan vallen woorden als hiërarchie en uitvoeren en dat soort dingen, die vallen heel, heel snel. En wat ik u gewoon wil vragen is even in uw eigen gedachten mee te nemen van hoe denkt u daar op dit moment nou eigenlijk over? En we gaan 3 uur met elkaar aan het werk. En ik hoop in een, wat ik dan maar tegenwoordig noem, een onbevangen ontmoeting. En dat onbevangene zit er dan in van dat, en dat is dan ook de oefening, om te luisteren en te kijken datgene wat u hoort en welke betekenis u eraan kunt geven, die er zou toe kunnen leiden dat u uw mening zou kunnen of moeten herzien. Nou, stelt u zich eens voor dat u met uw bedrijf de kans wordt geboden of de vraag wordt gesteld om een filiaal te openen in een ander land. Een land wat u niet kent. Een land met een markt waar een hele grote vraag is naar uw product. Maar een land ook met een moordende concurrentie. Een land waarvan u de taal niet spreekt, waarvan u de cultuur niet kent. En de opdracht is om dat bedrijf van u binnen 2 maanden runnend te hebben en al winstgevend te hebben. Ik denk dat u zich dan wel 2 keer achter uw oren krabt voordat u daarin stapt. En dat is eigenlijk het werk wat wij doen. De reactietijden zijn altijd kort. We hebben altijd binnen enkele weken moet je ergens in een gebied, in een land wat je niet of nauwelijks kent, moet je aan de slag en het moet ook gelijk rendement opleveren. Je hebt geen tijd om dat allemaal netjes van de grond op businessplannen te maken. Het is bijna vanuit de beweging ga je dat uitvoeren. En dan zult u zeggen, ja, dat is typisch Defensie, dat raakt mij niet, daar heb ik nooit mee te maken. Nou, ik denk dat er toch wel wat parallellen zitten. En de parallellen zitten erin dat u en ik ons werk moeten doen in een hele internationale omgeving. En dus te maken krijgen met allerlei culturen die we moeten overbruggen met allerlei spelers uit andere landen waarmee we moeten samenwerken. Is het uw klant niet, dan is het wel dat u in een concern werkt met andere landen. En dus ook allerlei cultuurverschillen moet overbruggen. En dat werk het moet zien te maken. Ik denk dat u en ik allebei in staat moeten zijn om risico's in te schatten. Waar stap ik wel in, waar stap ik niet in? Onder welke voorwaarden stap ik ergens in? Hoe ambitieus wil ik daarin zijn? Hoeveel geld ga ik erin stoppen? In ons geval, hoeveel mensen gaan we erin stoppen? Dat soort risicoafwegingen moeten u en ik kunnen maken. En ik denk dat u en ik ook allebei te maken hebben met winst- en verliesachtige afwegingen. En hoe gaan we daarmee om? Hoe ga ik om met groei? Waar zet ik die groei dan op in? Waar investeer ik in? Waar wil ik groeien? Hoe ga ik om met verkleining? Waar ga ik saneren? Toen ik aan deze functie begon, stond ik voor de klus om 12.000 functies te schrappen. Met het perspectief dat er een verkiezing aankwam, waarbij Defensie bij alle partijen weer op nummertje 1 stond voor een volgende ronde. Daar word je niet vrolijk van. Nou, hoe krijg je een organisatie in zo'n omgeving vooruit? Hoe hou je die gemotiveerd? Hoe hou je je mensen gemotiveerd in zo'n omgeving? Dat stelt veel eisen aan leiderschap. En ik denk dat dat eisen zijn die u allemaal herkent, die u in uw eigen organisatie, bedrijf ook tegenkomt. Dus ik denk dat er heel veel parallellen zijn in onze ervaringen. Er is alleen één verschil. Bij ons gaat het niet om winst of verlies. Bij ons gaat het om mensenlevens. Dus eigenlijk is voor mij verliezen geen optie.
denk niet dat je alle wijsheid in pacht hebt. Want maak vooral gebruik van de wijsheden van anderen. En die zijn er heel veel. Maar het vereist wel dat je je oogkleppen, dat je die wat breder zet. En dat je dus open staat voor die invloeden van die operationele analisten, van TNO die dit hebben gemaakt, van de deskundigen van de politie, die met name op die veiligheidsomgeving vanuit een civiele invalshoek veel meer kunnen betekenen. Maar ook van ontwikkelingssamenwerking, die toch hele andere ervaringen hebben met hoe kan je iets, een provincie, stabiliseren. Oftewel, wees niet te benauwd om deskundigheden van buiten naar binnen te halen, om anderen te laten helpen en om advies te vragen. Als ik even als eerste de bal mag oppakken. We zijn natuurlijk als militaire eenheden zijn we natuurlijk heel lang met elkaar samen aan het trainen. En ook in de voorbereiding naar zo'n missie leer je helemaal op elkaar ingespeeld te raken. Binnen eenheden worden ook commandanten worden getraind. Ja, toen ik kompiescommandant was, ging ik met mijn ondercommandanten gingen we van gedachten wisselen. Datzelfde deed ik natuurlijk met de bataljonscommandant en die deed dat met de commandant boven hem. Van hoe staan wij nu in dit soort vraagstukken? Hoe gaan we om met ethiek? Wat zouden we doen als, en allemaal scenario's worden allemaal doorgesproken met elkaar, om in ieder geval op die manier een gemeenschappelijk beeld te krijgen, waardoor we ook steeds meer op elkaar leren vertrouwen natuurlijk. Daarnaast zijn een aantal procedures bij ons dusdanig ingeslepen, om even bij het voorbeeld van de major Gijs Tuinman te blijven. Als we met een helikopter gedropt worden op bergtop A, om daar mensen gevangen te nemen en vervolgens over te dragen aan de Afghaanse politie, dan kunnen wij dat ook in een split second met dezelfde drill op bergtop B of bergtop C. Het zijn een aantal vaste procedures die we iedere keer in een veranderende omgeving toch kunnen inzetten. Je kan altijd verliezen hebben. Kijk, als je met 12.000 mensen ergens zit, dat zat ik, je gaat... Alles bij elkaar hebben we ongeveer uitgerekend 3,6 miljoen kilometer rijden met die 12.000 mensen. Je gaat, ik weet niet precies meer, maar ook miljoenen kilometers vliegen. Alleen daardoor al gaat er gegarandeerd een keertje wat fout. En als je uitgebreid aan het patrouilleren bent in een gebied waar terroristen actief zijn, waar allerlei gewapende groeperingen rondlopen en waar überhaupt de helft van de bevolking gewapend is, dan kunnen er dingen fout gaan. Zelfs als je bijna alles goed doet, dan gaan er toch dingen verkeerd. Maar ja, als er iemand doodgaat, is het natuurlijk niet voor niks. Het is niet omdat het zo geweldig goed, zo'n 100% is. Maar het is wel iets waar je mee moet leren leven. En als je het voor jezelf gaat zeggen dat iedere missie waarbij je iemand verloren bent een mislukte missie is, ja, dan denk ik niet dat je een heel fijn leven hebt. Overigens ben ik niet zo positief over optimisten, hè, want die worden altijd gedesillusioneerd aan het eind van de rit. Maar ik zit meer in de hoek van aim low en overachieve. Nee, ja, ik zou als we het echt over de operationele inzet waarvoor ik hier dan werd gevraagd kijken, dan kijk ik toch naar de echte intrinsieke doelstellingen van mensen om het doel te bereiken. Dus het lijkt altijd in een organisatie, ook in onze militaire organisatie, dat we allemaal voor hetzelfde daar zijn en hetzelfde willen bereiken. Maar ik heb nu toch ook wel gemerkt met verschillende uitzendingen dat vooral die laatste waar IS een heel duidelijk doel was om daar wat mee te doen en waar we ook echt weerstand kregen, dat ook bij mensen die niet daar per se heen hoeven of het thuisfront en al die andere, ook de media zelfs, dat doel heel erg onderschreven. En dat geeft zo'n team zoveel extra dimensie dat ze dat doel willen bereiken. Dat al die andere dingen, met 16 man in een tent slapen of wel of niet goed eten krijgen, totaal onbelangrijk wordt. En dat iedereen dat doel wil halen. Dus wat ik aan het bedrijfsleven dan zou willen vragen, maar ja, het lijkt in zo'n organisatie natuurlijk altijd dat we hetzelfde doel halen, willen halen. Maar het is natuurlijk niet zo. Iedereen zit daar ook voor zijn eigen zaken. En dat is dus denk ik van belang om dat gezamenlijk doel te definiëren en daar echt intrinsiek naartoe te werken. Ik wil een paar kleine dingetjes. Ik denk dat het heel goed is als je voldoende zelfkritiek hebt en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dat zorgt ervoor dat je van meerwaarde kan zijn voor je club.
En dan wil ik graag afsluiten met een Monty Python-achtige kreet. Die komt uit de periode dat John Cleese net deed alsof hij aan de oorlog voeren was in India. Die ging zo en dat gaat over voorbeeldfunctie. Do not, officers do not run or shout. That is, disheartens the men. En het is wel een beetje waar. Als je als leider loopt te schreeuwen en te blaren en je ziet er stressie uit, heeft dat een effect op jouw directe omgeving. Niet goed. Er zijn wat mij betreft eigenlijk maar, in ieder geval voor mijn niveau, twee zaken die echt belangrijk zijn om vanavond mee te nemen. Als het gaat over militaire leiderschap, dan wel het vervullen van een managementrol in het bedrijfsleven. Eentje werd net al gezegd, voorbeeldgedrag op alle vlakken. Mensen kijken naar hun manager en naar hun leider, van wat doet hij eigenlijk? En hebben toch de neiging om dat gedrag te kopiëren. En authenticiteit. Als je een managementbaan neemt omdat je baas dat een goed idee vindt, maar je hebt eigenlijk het idee van, nou, ik ben liever de vakman, ik blijf liever bij mijn vak, spreek dat uit. Net zoals binnen Defensie wachten wij niet op leiders of commandanten die dat eigenlijk niet willen zijn. Het moet wel in je zitten en je kan het verder ontwikkelen. Alleen ga geen toneel spelen, want in ons vak komen er slachtoffers van en in uw vak kost het waarschijnlijk miljoenen. En mocht u in uw omgeving niemand hebben die u kan ondersteunen in uw voorbeeldgedrag, ja, zoek die mensen er dan bij, zodat u in ieder geval samen dat voorbeeld kunt zijn. En nog even ter aanvulling op authenticiteit. Ja, het is natuurlijk heel erg lastig voor mensen om u te vertrouwen als manager als u uzelf niet kent. En als u niet uw persoonlijke drijfveer kent van waarom vind ik dit werk zo leuk en waarom doe ik deze baan. Ja, als u uzelf niet vertrouwt, hoe kunnen uw mensen u vertrouwen? Ja, authenticiteit en voorbeeldgedrag. Dat zijn ze wat mij betreft. Ik zou willen meegeven wat ik in het begin eigenlijk heb genoemd als een van mijn eerste lessen, is dat hart met een D en een T. En dat hart met een T is hart hebben voor je mensen. En dat begint dus ook met het inleven in wat er bij jouw mensen leeft, wat er gebeurt. Het voorbeeld wat ik heb genoemd van eerst een aantal weken over die werkvloer rondlopen, is cruciaal. Dat helpt mij enorm om die mensen te leren kennen, maar ook andersom dat ze mij leren kennen. En om de problemen te leren kennen, maar ook andersom dat zij de problemen bij mij kwijt kunnen. En dat ze daarna herkennen dat ik er ook wat mee doe. En dat is die hart met een T. In de moeilijke tijden moet je ervoor staan. Dus situationeel leiderschap en zelforganiserende teams betekent niet dat je een probleem over de schutting gooit van zoek het maar uit. Nee, je blijft er wel verantwoordelijk voor. Die discussie die we net hadden, wat zijn de grenzen van zelforganiserende teams? Het blijven wel mijn teams. Dus ik bepaal de spelregels en ik geef een opdracht. Ik vertel vooral wat ik wil hebben en de hoe, dat vertalen zij door, maar koppelen ze weer op mij terug. En als ze daar tegen problemen aanlopen, dan bespreken we samen eventjes hoe ze die problemen kunnen tackelen en daarna gaan ze de hoe uitvoeren. Maar ik blijf wel betrokken en ik hou een vinger aan de pols en als ze ergens tegen een onvoorzien probleem aanlopen, ga ik helpen om dat op te lossen. Dus die betrokkenheid die moet er wel blijven en dat is dus ook hard met een T. Maar ondertussen moet ik wel harde eisen stellen. Je kan niet alles polderen. En zeker in die 8 minuten is er geen ruimte voor discussie. Dus op de momenten dat het erop aankomt, moet gezag ook wel geaccepteerd worden. En op het moment dat het erop aankomt, moet je ook harde eisen durven stellen. Jongens, nu even niet zeuren, we gaan gewoon die kant op, punt. Want dan is er geen ruimte voor discussie. En ook in je doelen voor je organisatie moet je gewoon harde doelen durven stellen. En niet alleen maar met de wolf in het bos meehuilen. En die harde doelen kan je goed stellen als je weet wat er leeft in je organisatie, als je weet wat ze kunnen, zodat je die lat op een haalbare hoogte kan leggen. Nou, dat is iets wat je eigenlijk proefondervindelijk steeds verder bij jezelf moet ontwikkelen. En wat iedereen in zich heeft, alleen iedereen op een eigen manier. En een vijfde wat ik zou willen meegeven is organiseer reflectie. En hoe hoger je komt, hoe verder je komt, hoe moeilijker dat is. Want je leidinggeven wordt steeds indirecter, steeds afstandelijker. En op een gegeven moment zit je op een soort concernniveau in een wolk. En is daaronder een organisatie waar je bijna niks meer van weet. Waar je wel leiding aan moet. En voor je het weet denk jij dat je alle wijsheid in pacht hebt. Dat je allemaal goede besluiten neemt.
Terwijl die hele werkvloer denkt van waar is die godsnaam nou weer mee bezig. Dus het is wel zaak om feeling te houden. De feeling te houden met wat leeft er. En om je heen ook voldoende kritische massa te hebben. Mensen die jou ook die spiegel durven voorhouden. In mijn rol is dat best wel lastig. De CDS is een enorme autoriteit binnen Defensie. En ja, mensen kijken naar als ik iets zeg, ja, dan moet dat zo gebeuren, dan gaan we dat zo doen. Terwijl ik wel behoefte heb aan tegengas. Als zij andere ideeën hebben, wil ik dat graag horen. Dus het is wel zaak in jouw stijl van leiding geven, dat je dat ook duidelijk maakt, dat je daarvoor openstelt. Dat je mensen ook vraagt van, om ideeën. Niet gelijk je eigen mening op tafel leggen, maar laat eerst de anderen hem even vertellen. En dan kan je daarmee gaan handballen. Maar ook als jij lastige besluiten neemt en mensen hebben daar moeite mee, dan moeten ze ook kunnen vertellen. En dan gaan we dat niet polderen, maar ik ga er wel naar luisteren. En op het moment dat ik toch tot de afweging kom, ja, ik heb alles gehoord en gewogen, kom ik toch tot dat besluit, dan gaan we ook door. Dan houdt het de discussie op. Maar je moet er wel voor openstaan. En hoe verder je komt in de organisatie, hoe lastiger dat is. En eigenlijk moet je een paar mensen om je heen hebben die jou persoonlijk beter kennen. En die dat durven doen. Die ook misschien wel spreekbuis kunnen zijn voor anderen. En wat ik zelf doe, een trucje wat ik doe, is gewoon iedere week op werkbezoek gaan. Iedere week ga ik naar een eenheid in het land. En dan krijgen de bazen van de eenheid, die krijgen 20 minuten de tijd om hun assessment te geven. Van waar staan wij als eenheid, wat zijn onze problemen. En daarna ga ik naar de werkvloer om daar rond te lopen. En de hele middag loop ik daar rond. Om vooral met de medezeggenschap te praten, met de mensen op de vloer. En je ontwikkelt vanzelf wel antennes van hoe die vlag erbij hangt. Als je ergens uitstapt en je kijkt die groep in de ogen, alleen al door ze in de ogen te kijken, weet ik al hoe die eenheid draait. En dan weet je ook wel, je ziet ook vanzelf wel waar de zwakke plekken zitten en daar kan je dan op inzoomen. Op een gegeven moment ontwikkel je daar meer gevoel voor. En dat is voor mij een hele belangrijke methode om wel in touch te blijven met de werkelijkheid. En in onze organisatie gaat dat gelukkig heel makkelijk. Ik ben ook verantwoordelijk voor alle missies, dus je bent continu met die uitvoering ook bezig. Dus ik loop wat minder risico dat je in die voren toren zit, ver van de werkelijkheid. Maar je moet jezelf wel dwingen om feeling te houden en voorkomen dat je denkt dat je alle wijsheid in pacht hebt. En dat betekent dus dat je open moet staan voor kritiek. En dat is een beetje wat Joost ook zei. Misschien wel een van de belangrijkste eigenschappen van mijn leider. Dus dat je jezelf blijft ontwikkelen. Ook nu nog leer ik iedere dag dingen over leiden. Als leidinggevende geef je het doel, de context aan waarin iemand moet acteren. Dat is wat je doet en je laat eigenlijk de hoe-vraag, hoe iemand zijn missie moet invullen en in dit geval de opdracht moet uitvoeren binnen het bedrijfsleven bijvoorbeeld, laat je aan de persoon zelf over. En je geeft alleen dus de boundaries aan. Heel erg positief, heel erg inspirerend en ook gelijk ook wat je noemt reflecterend op heel veel zaken die wij in het bedrijfsleven continu gebruiken en toepassen. En nu hebben wij ook de informatie over hoe het krijgsmacht het doet. Dus zeg maar het stof die we nu hebben, die ga ik persoonlijk zeker toepassen in mijn dagelijkse werk. Zeg maar. Ja.